In die studio gebruik je een flitser eigenlijk bijna nooit kaal zoals deze flitser nu is. Je zet er eigenlijk altijd een lichtaanpasser op. En dat is heel vaak een softbox. Dat is een van de meest gebruikte lichtaanpassers. Maar je kunt er ook een reflector op zetten of zoals hier een snoet waarmee je het licht echt tot een kleine punt kunt maken. Tenminste, een kleine punt is relatief. Zeker als je de volgende lichtaanpasser ziet die niet zo heel vaak gebruikt wordt. Een optical spot. En in dit geval is het de optical spot van Westcott. Hij heet officieel de Westcott Optical Spot by Lindsay Adler. En Lindsay is een fotograaf die mooie foto's maakt en samen met Westcott deze optical spot heeft uitgedacht en op de markt gebracht. Nou, wat kun je nou met zo'n optical spot? Nou, je kunt er heel nauwkeurig licht mee sturen. Dus in plaats van dat je een zachte overloop hebt, zoals je bij andere lichtvormers hebt, krijg je een hele harde scheidingslijn tussen waar wel en waar geen licht zit. En dat komt omdat je een objectief gebruikt. Nou, we zitten hier op, kan ik afhalen. Een specifiek objectief die bijgeleverd wordt bij deze optical spot. Maar wat al het mooie is aan deze Westcott, is dat je daar ook gewoon elke willekeurige Canon objectief op kan zetten. En zo kun je nog veelzijdiger met deze lichtaanpasser omgaan. Nou, ik kan het best even laten zien in de praktijk hoe dit er nou uitziet. De lens er weer even op. En ik kan heel mooi vergelijken met de snoet. De snoet is eigenlijk ook een lichtaanpasser die in de basis, zou je zeggen, er erg op lijkt. Maar het is niet zo. Eigenlijk zorgt hij gewoon dat hij heel nauwkeurige bundel maakt van het licht. Alleen in de praktijk is, even vastzetten, die bundel is niet zo nauwkeurig als je misschien zou verwachten of zou hopen. Even aanzetten. Nou, hier zie je op de achtergrond wat voor een lichtbundel hij produceert. Nou, ik kan hem nog iets nauwer maken om het licht erbij te zetten, dan zie je hem nog wel beter. Nou, zoals je ziet, die maakt een redelijke spot op je onderwerp of op je achtergrond. En dat kun je zo gebruiken in je fotografie. Maar die optical spot die doet dat echt vele malen beter. Ik zet hem er even op. Zo. Hem aan. En we draaien hem even. Even net. De mullen uit de weg. Zo. En je ziet, ik kan hem even scherper maken. En je ziet, die creëert echt een vele, ik sta waarschijnlijk precies in het beeld, maar hij creëert een vele scherpere afscheiding tussen licht en donker. Als je die twee naast elkaar ziet, dan is wel duidelijk dat je hier veel meer aan hebt als je echt een hele mooie afgescheiden onderscheid tussen licht en donker wil hebben. Nou, zoals je net misschien al even zag, zitten hier een aantal lamellen of flags op die je kunt gebruiken om dat licht nog een andere vorm te geven. Dus ik kan hier bijvoorbeeld ook een vierkantje van maken. Door die lamellen een beetje dicht te schuiven. Zo krijg je alweer een andere vorm die ook met een normale snoet of met welke andere lichtvorm eigenlijk dan ook maar voor elkaar te krijgen is. En je kunt het natuurlijk verder doorgaan. Door doen dat je bijvoorbeeld een streepje ervan maakt. Dat je bijvoorbeeld echt een streepje over het gezicht van je model bijvoorbeeld projecteert. En zo'n bijzonder effect creëert in je foto. Nou, zo kun je allerlei vormen maken. Een driehoekje bijvoorbeeld ook. Kun je allemaal maken. En wat nog mooier is, en dan ga ik zo even openmaken, is dat Westcott levert daar een Gobel voor, een Go-Between Optics staat het voor. En dit is eigenlijk de adapterring daarvoor, of de ring om ze vast te houden. En vervolgens krijg je standaard, acht verschillende vormpjes. Een paar pakken. Acht verschillende vormpjes waarmee je dat licht een andere uitstraling kunt geven, of hele specifieke vormen. Nou, een hartje kunt projecteren bijvoorbeeld. Projecteert het dan echt op je onderwerp? Nou, die gobo's die stop je in de houder en die houder die plaats je tussen het licht. Nou, ik zie nu dat ik mijn optical spot verkeerd erop heb gezet, dus ik ga even omdraaien. Kijken of het nog vast te houden is. Nee. Oké. Komt vaak even bij een nadeel van de optical spot.
Hij wordt extreem heet. Ik heb nu ook wel het instellicht op zijn hart staan om goed duidelijk te maken op de video hoe het eruit ziet. Maar hij wordt dus super heet, dus ik kan hem nu al niet meer aanraken. En het is dus wel zo verstandig dat je flitser een goede oververhittingsbeveiliging heeft. En de meeste flitsers hebben dat gewoon en die schakelen dan uit. Maar dat kan dus een probleem vormen als je een lange shoot hebt. Dan heb ik gisteren een hele dag gefotografeerd met deze met de optical spot, of eigenlijk een hele ochtend, 3 uur lang. En de flits is niet uitgevallen, dus hij kan het heel goed handelen, in ieder geval deze Elichrome flitsers. Maar het kan dus variëren als je een flitser hebt die daar moeite mee heeft met warmte, dan moet je daar even rekening mee houden. En je hoort dus ook wel dat de ventilator van de flitser erg hard kan gaan draaien om de warmte af te voeren. Dan zie ik dat naar boven. Oké, ik ga de gobo even ertussen plaatsen. Die moet ik hier zo tussen schuiven. En dan kan ik hem ook nog een beetje draaien. Ik zal hem eerst even aanzetten. Dan kun je zien wat ik aan het doen ben. Of wat het effect is eigenlijk vooral. Kijk, dus nu projecteer je. En je kunt er dus ook weer. Je kunt ervoor kiezen om dat onscherper te hebben. Of je kunt het juist scherper maken. En meestal is het idee natuurlijk scherp. Maar je kunt daar dus wel in variëren. Dus als je juist het onscherp in de achtergrond wil hebben, of onscherp op je model of op je onderwerp wil hebben, dan kun je het op deze manier toepassen. Dus je kunt hem zelf onscherp of scherper maken. Meestal kies je waarschijnlijk voor scherp, maar het is een creatieve keuze. En je hebt dus nu een mooie streepjespatroon in dit geval. En je kan dus ook kiezen voor een van die andere. Wat er nog meer bij zit bij deze optical spot is een filterhouder en een aantal losse filtertjes. Ik heb ze hier groen, oranje, geel, rood en blauw. Die zitten er standaard bijgeleverd bij de optical spot. Ik zal even oranje als voorbeeld erop zetten. Dan schuif je die zo in de filterhouder en die zet je voor op de lens. Je kunt hier natuurlijk ook je eigen filters voor gebruiken, maar deze filterhouder is wel lekker makkelijk en praktisch. Klik hem erop. En dan krijg je een wat oranje kleur aan het licht. En zeker als je gaat flitsen, dan zullen we dat kleurverschil goed zien. Zo geef je dus nog meer creatieve mogelijkheden om bijzondere foto's te maken. Nou, de optical spot, ik zal hem even een klein beetje draaien, wordt geleverd in een mooie tas van Westcott. Het is wat dat betreft een solide geheel. Zelfs deze tas is behoorlijk stevig. En ook dit voelt allemaal heel solide aan. Ik denk dat je er jaren mee vooruit kunt als je zo'n Westcott koopt, zo'n Westcott optical spot. Ze zijn wel redelijk prijzig, €649 voor de complete set, dus inclusief tas en gobo's en de kleurfilters. En het standaard objectief wat erbij zit, die je dus kunt vervangen voor andere objectieven ook van Canon. Van zowel de gobo's als de kleurfilters zijn ook nog extra setjes bij te kopen. De gobo's zijn wel redelijk prijzig. €129 betaal je voor nog een extra setje. En voor volgens mij €38 heb je nog een extra setje met allerlei verschillende kleurfilters. En ook in dit setje van die gobo's krijg je natuurlijk een heleboel verschillende vormpjes die je goed kunt gebruiken in je foto's. Ik heb nu even kunnen werken met de Westcott Optical Spot. En ik moet zeggen dat ik erg enthousiast over ben. Ik vind het echt een leuke toevoeging aan de verschillende lichtaanpassers die je al hebt. Je zult ze waarschijnlijk ook gewoon in combinatie gebruiken met bijvoorbeeld een softbox op je model en dan bijvoorbeeld in de achtergrond je gobo via de spot. Dat geeft hele leuke resultaten op. Of je het commercieel echt heel goed kunt gebruiken, dat weet ik niet. Ik denk dat het ligt aan de soort foto's die je maakt. Maak je veel studioportretjes voor mensen, dan weet ik niet of ze dit creatievere werk daarin waarderen. Maar het is zeker een mooie aanvulling voor je studio.